Naast mij staat Tessa Kluten van de veiligheidsregio Drenthe. Tessa, jij bent hier natuurlijk om wat dingen op te helderen. Je vertelde, en dat vind ik zelf wel even interessant, het is eigenlijk een vervelende samenkomst van drie dingen. Niet alleen de stroom, maar er zit wat meer bij. Ja, klopt inderdaad. Op half januari is inderdaad de camping failliet verklaard. Ja. De eigenaar is vertrokken, de curator heeft het overgenomen. Op zich hartstikke vervelend. Wat daarbij kwam, is 21 januari was er brand in de meterkast. Overslag naar een chalet kon net voorkomen worden. Yeah. Daarop heeft de gemeente een onderzoek laten doen. Enexis heeft apart ook een onderzoek gedaan naar het stroomnetwerk hier. En die constateerde afgelopen dinsdag een acute onveilige situatie. Yeah. Dus die veiligheid is gewoon niet meer te waarborgen. Nou, dan moet er wat gebeuren. Nou, een oplossing als het hele netomlegging is op korte termijn natuurlijk geen... Dat kan niet. Nee. Dus daarom afsluiting. Nou, de afsluiting kon voorkomen worden, maar yes, het is wel aan een eigenaar of een curator of een particuliere partij om daar wat aan te doen. Ja, maar die is er dus niet meer. Nee, en dat maakt de situatie ontzettend vervelend. Daarom is gisteren ook een coördinerend orgaan met hulpdiensten ingeschakeld om te kijken, wat betekent dat nou als die stroom eraf gaat? Yeah. Want er is uiteraard zorg voor die mensen. En er zijn nu ook hulpverleners aanwezig. Ja, want er zijn natuurlijk een paar gevallen naar mensen. Hè, dat hebben we de hele ochtend al een beetje kunnen horen. Mensen die hun, ik noem maar wat, scootmobiel op moeten laden. Mensen die medische apparatuur nodig hebben, wat op stroom werkt. Daar wordt nu natuurlijk voor gezorgd. Ja, er zijn die mensen aanwezig. Dus mensen die acute zorg nodig hebben, die geen alternatief hebben waar ze heen kunnen, die kunnen zich bij deze mensen melden, de zorgverleners. Is dat al gebeurd? Ja hoor, er zijn ook mensen die zich al hebben gemeld. Gisteravond is de burgemeester ook bij een paar mensen langs geweest, thuis nog. Van mensen die wel echt zorg nodig hebben. En is ook een oplossing aangeboden. Oké. Dan staan de mensen hier die hier wonen om daar dan op in te gaan natuurlijk. Over die stroom, want die onveilige situatie. Stel dat de camping, ik noem maar wat, theoretisch niet failliet was verklaard. Dan was die situatie natuurlijk hetzelfde geweest. Maar dan had je het faillissement niet als onderdeel erbij gehad. Nee, dat klopt. Dus dan had een eigenaar er dus wat aan kunnen doen. Dan begrijp ik dat nog goed. Ja, klopt. En weet ook, dus denk ik wel goed om even aan te geven. Als dit ergens anders was gebeurd, een normale recreatiecamping, en die was ook failliet verklaard, en er was ook deze situatie met stroomvoorziening geweest, was hetzelfde gebeurd. Ja. Ik denk dat het goed is dat mensen dat weten. Ja, dus het is niet alleen deze camping, want het is natuurlijk al een tijdje in wat te doen om die camping. Dat heeft er niks mee te maken in die zin. Het gaat puur om de situatie, zeggen jullie. En stel dat het om een of andere camping was, hetzelfde verhaal. Klopt. Ja. Gaat hier echt om de brandonveiligheid. We zijn hier natuurlijk als hulpdienst en gemeente verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mensen. Op dit moment is geconstateerd door drie partijen, Enexis, gemeente en brandweer, dat het dusdanig brandonveilig was dat de stroom eraf gehaald moet worden. Ja. Nou, verplaats ik mij met een van de bewoners al. Want is het dan ook zo dat de gemeente of Enexis de handschoen gaan oppakken en daar iets aan gaan doen? Ik heb geen idee wat technisch allemaal mogelijk is hoor. Een netomlegging, een noodaggregaat, ik noem maar wat ding. Maar... Nee, dat is echt aan een eigenaar. Ik hoorde wel, er zijn wel bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren heeft zich nu gemeld. Mensen kunnen zich misschien samenvoegen, maar dat is wel aan die partijen om dat te doen. Ja. Dat wij zijn voor de zorg. Ja, precies. En dus daar is het wachten nu eigenlijk helemaal op. Wie pakt de handschoen op? En die handschoen, die ligt dus eigenlijk bij de bewoners. Nou, en, dan bij de partij, maar die is er dus niet meer. Dus. Nee. Inderdaad, het klopt. Okay. Nou, dankjewel in ieder geval. Ik denk dat er wel weer voor een stukje helderheid zorgt. En wij zullen even kijken wat hier verder nog allemaal gebeurt. Ik hoorde dat vanavond misschien wat mensen van de camping gaan inspreken bij de raad. We zullen ze even vragen, we zullen ze even kijken.